Bart Nieuwkoop, voor het eerst sinds 27 augustus winnen jullie weer een competitieduel. Is de opluchting groot? Ja, het is natuurlijk lekker dat je gewoon thuis wint. Ik denk dat we thuis onverslaan moeten zijn. Dat is onze kracht met het legioen erachter. En vandaag heerlijke 3 punten weer. Het was wel een rommelige wedstrijd. Eerste kwartier in mijn optiek erg goed van jullie. Je komt op 1-0 voor. En daarna langzaam maar zeker geven jullie toch een beetje het initiatief weg en was het rommelig. Ja, ik denk dat je dat goed zegt. Eerste kwartier komen we heel goed uit de kleedkamer. We spelen goed. Mooie aanvallen, hele mooie goal natuurlijk op tempo. En daarna zakken we een beetje terug en wordt het wat slordiger. En de tweede helft eigenlijk hetzelfde. Beetje zenuwachtig oogden jullie ook. Heeft dat dan toch met die slechte thuisreeks te maken en ja, toch het broze vertrouwen wat jullie toch nog hebben vanwege de slechte resultaten buiten vorige week? Ja, misschien wel. Ik denk, we staan 1-0 voor en we willen gewoon alles kosten wat het kost. Willen we de wedstrijd winnen. En misschien dan gaat het in het achterhoofd toch meespelen dat de laatste tijd toch een 1-1 gelijkspel komt. Dus ik denk dat we daarom misschien een beetje zenuwachtig worden. Het gebeurt dan niet en ja, dit hebben jullie denk ik wel nodig. Hè? Eindelijk een keer het vertrouwen dus dat het wel kan. Weer de 0, vorige week ook de 0. Dat zijn kleine aspectjes waardoor je misschien wel weer het gevoel hebt dat het allemaal weer goed gaat komen. Ja, het is heel belangrijk inderdaad om die 0 te houden. Als verdediger natuurlijk is dat je doel voor de wedstrijd. En dat gaat nu 2 wedstrijden op rij, doen we dat gewoon uitstekend. En je ziet het gewoon in de groep. We gooien ons leven ervoor. En op een gegeven moment komt er nog een bal. Volgens mij gooi je 3 mensen, gooi je gewoon alles ervoor. En die mentaliteit moeten we weer gaan krijgen. En dat zag je vandaag heel goed. Dat we kosten wat kosten, gewoon die 0 willen houden. Het stadion werd er sowieso een feestje gevierd voor de wedstrijd. Want toen was al bekend dat Ajax, toch een concurrent voor jullie, 2 punten verloor. Leeft dat ook bij jullie? Kijken jullie ook zo naar concurrenten elke week nu, omdat jullie die stap omhoog moeten gaan maken wat ze gedaan hebben? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet wist wat IJs gedaan had. Dus bij deze weet ik dat nu. Maar nee, ik denk we moeten volledig op onszelf focussen en wedstrijd voor wedstrijd weer gaan leven. En dat doen we nu goed. En dan groeien we vanzelf wel op die ranglijst. Maar we moeten gewoon naar onszelf kijken en de wedstrijden gaan winnen. Eerst volgende wedstrijd in de competitie is Utrecht. Maar goed, er staat nog een Champions League wedstrijd op het programma. Hoezeer leeft die wedstrijd nu jullie wel zijn uitgeschakeld? Maar goed, ik kan me voorstellen dat er wel iets leeft. Een soort revanchegevoel van wij willen dat Champions League bal niet verlaten met 0 punten. Ja, dat zeg je heel goed. Natuurlijk, we willen natuurlijk punten halen. En we hebben elke wedstrijd hebben geleerd van de Champions League. En dat resulteerde helaas net niet in resultaten. En dat willen we woensdag wel gaan doen. Dus we willen koste wat koste heel goed afsluiten dit toernooi. Ja, want dat geeft denk ik veel meer vertrouwen. Een goed resultaat tegen Napoli. Dan dat je bij wijze van spreken die wedstrijd tussen aanhalingstekens zou laten lopen. En weer een zeepert op je naam hebt. Want ja, je zijn nu in ieder geval 2 wedstrijden ongeslagen. Ja, tuurlijk. En dat gaan we ook zeker niet doen. We gaan die wedstrijd helemaal niet laten lopen zelf. We gaan gewoon volle bak erop. En dat doen we gewoon elke wedstrijd. En we leven van wedstrijd tot wedstrijd. Dus nu is woensdag heel belangrijk. In 1997, toen was Feyenoord uitgeschakeld in de Champions League. Toen kwam het grote Juventus hier langs. Die dachten, dat doen we wel even. Toen won Feyenoord met 2-0, de 2 keer Kroes. Kunnen we weer zo'nzelfde scenario verwachten? Een kolkende Kuip en gewoon toch, ondanks dat Feyenoord is uitgeschakeld, een heerlijke voetbalavond? Ja, ik mag het hopen natuurlijk. We gaan er alles aan doen om er een mooie wedstrijd van te maken en om resultaat te halen. En dat willen we allemaal heel erg graag. Dus we gaan ons best doen.